kerstavond had ik mijn dochter en haar zin uitgenodigd. En we zaten allen samen aan tafel bij een gezellige maaltijd. En er was te veel lawaai, te veel beweging, op en weer geloop. En op een bepaald moment kon ik niet meer slikken. Heb ik alles laten bedijden. Maar ik genoot om te zien hoe gelukkig dat iedereen aan tafel was. En het was een heel rustgevend, zalig moment. Ik ben achteraf zelf in de keuken gaan eten, heel rustig alleen. Maar het moment zelf was heel positief, heel aangenaam, heel leuk. En ik heb mij aangepast aan mijn handicap eigenlijk. Ja, soms is het heel moeilijk om te weten in welke staat dat ik me bevind. Of dat ik op een hoogtepunt of een dieptepunt ben. Omdat onze ziekte zo fel fluctueert. Zelfs soms binnen het uur kunnen we ons heel goed voelen of zeer slecht. En een mooi voorbeeld is daarvan dat ik soms met heel veel geweld een deur wil openen. En dat ze dan open schiet omdat ik te veel kracht geef. En op die manier heb ik regelmatig ongevalletjes. Die zouden kunnen vermeden worden, moest ik meer stabiel zijn. En eigenlijk is het zo dag na dag, eigenlijk uur na uur, een never-ending story. Eigenlijk is het gemakkelijker om het uit te leggen aan een kind. Want een kind gaat luisteren naar jou en vragen, hoe voelt dat? Wat doe je dan? Wat moet je dan doen? En hoe leef je daarmee? Maar volwassen mensen zijn vaak niet zo erg geïnteresseerd, omdat ze toch al denken van op voorhand, ik weet wat het is. Maar ze weten het niet, want ze kunnen het zelf niet ondervinden wat het is. Ik vind een van de belangrijkste dingen is leren relativeren. Leren tevreden zijn met kleine dingen die je kan doen, kleine zaken waar je kan aan deelnemen. Heel kleine dingen die je gelukkig maken, zo bijvoorbeeld glimlach van je kleinkinderen en zo. Het is belangrijk om te genieten van kleine dingen in het leven, maar jullie hoeven echt geen medelijden te hebben met ons. Probeer ons juist te begrijpen, ook als het een keer minder goed gaat.